Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. In de westelijke helft van het land trekken af en toe wat buien over. En als we de radarbeelden in beweging zetten, dan zien we dat er op de laatste beelden vanuit het zuidwesten meer buien aankomen. En die buien die kunnen van tijd tot tijd behoorlijk stevig uitpakken, lokaal met onweer en mogelijk ook met veel regen. Ze trekken vooral over de westelijke helft van het land. In het oosten en zuidoosten blijft het dus overwegend droog. Dat geldt ook voor vanavond. In de tweede helft van de avond wordt het sowieso geleidelijk overal droger. Halverwege de avond is het een graad of 16. De komende nacht is het wisselend bewolkt en in eerste instantie op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 11 tot 13 graden. In de tweede helft van de nacht komt er vanuit het zuiden weer meer bewolking. En aan het einde van de nacht, tegen de ochtend, kan er in het zuiden wat lichte regen vallen. Ja, en de morgenochtend is het op behoorlijk veel plaatsen waarschijnlijk bewolkt met verspreid misschien wat lichte regen. Het zijn allemaal buienrestanten die vanuit Frankrijk dan nog over ons land heen trekken. Aan het einde van de ochtend begint het dan op te klaren vanuit het zuiden en de middag verloopt behoorlijk zonnig. De temperatuur gaat dan oplopen naar zo'n 21 graden in het westen, 23 graden in het midden van het land en lokale zomers 25 graden in het zuidoosten. En er waait een matige wind uit zuidelijke richting. In de loop van de avond wordt de lucht dan weer onstabiel. En aan het einde van de avond en in de nacht naar zaterdag trekken er dan een aantal flinke regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land. Daar zijn we de zaterdag dan ook nog niet helemaal vanaf. In de ochtend kunnen nog een paar van die buien voorkomen. Dan wordt het tijdelijk droog, met af en toe ook ruimte voor de zon. Maar in de loop van de middag kan lokaal weer een nieuwe bui ontstaan, al pakt die wel een stuk minder heftig uit. Het wordt 20 tot 23 graden bij een matige westelijke wind. Ook op zondag nog een enkele bui, maar het droge weer zal dan veelal wel overheersen. En er zijn perioden met zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Op maandag dan blijft het echt op de meeste plaatsen droog. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Weer iets warmer dus bij een matige zuidwestenwind. En kijken we dan naar de 15-daagse verwachting. dan zien we dat richting het midden van volgende week de temperatuur geleidelijk aan nog wat meer omhoog gaat. Naar een zomerse 25 op 26 graden op een heleboel plaatsen. Mogelijk dan richting het weekeinde weer wat lagere temperaturen, en wellicht dan ook een toenemende kans op een bui. Maar dat is nog vrij ver weg, dus onzeker. Tot die tijd houden we dus temperaturen rond of net iets boven de 20 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.